Geachte leden van de gemeenteraad van Hardenberg, van harte welkom op deze raadsvergadering van dinsdag 2 oktober 2018. Dat welkom dat geldt ook voor de mensen op de publieke tribune. Fijn dat u in zo grote getale bent komen opdagen, vanavond ook weer. En ook de mensen die ons thuis beluisteren via de moderne media. Ik verklaar de vergadering voor geopend onder mededeling van afwezigheid van een heel rijtje mensen. De heer Gelling, de heer Wiet, mevrouw Verschuur, de heer Pieper, de heer Kloekhorst en mevrouw Joldersma heeft aangegeven later te zullen arriveren. Akkoord. Brengt ons bij agenda punt 2 van deze avond, de actuele vragenronde. Is er behoefte om gebruik te maken van de actuele vragenronde? Dat is niet het geval. Dan gaan wij door naar agenda punt 3, vaststelling van de agenda van dinsdag 2 oktober 2018. Kunt u instemmen met de wijze waarop deze agenda is opgesteld? Dan gaan wij die als leidraad voor deze avond gebruiken. Aldus besloten. Het spreekrecht bij de agendapunten. Er heeft zich niemand gemeld voor deze raadsvergadering om in te spreken. Dat betekent dat we doorgaan naar agendapunt 5. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 18 september jongstleden. Er zijn geen opmerkingen gemaakt. Ook nu zie ik geen aanleiding dat u opmerkingen heeft. En daarmee kunnen we de besluitenlijst vaststellen. Dank u wel. En dat brengt ons bij het bespreekstuk van vanavond van deze raadsvergadering, agendapunt 6. Voorgenomen opheffing bestuursdienst Ommen Hardenberg. Ik inventariseer even wie wenst daarover het woord te voeren. CDA, ChristenUnie, GroenLinks, VVD, D66, Koers met nu, 50 plus en Partij van Arbeid. Dat is een geheugensteuntje wat ik mij heb aangeleerd nu. Akkoord. Alle partijen wensen hier het woord over te voeren. Ik doe dat in volgorde van grootte dan maar gezien dit onderwerp. Dan begin ik bij de CDA-fractie, de heer Brink. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, in december vorig jaar heeft ons toenmalige college aangekondigd te willen uittreden uit de bestuursdienst Ommen Hardenberg. En voorzitter, wat is er vanaf die tijd ontzettend veel werk verricht door alle betrokkenen. Ik wil namens het CDA dan ook onze dank uitspreken aan allen die hieraan hebben meegewerkt. Voorzitter, in het stuk staat te lezen dat de raad alleen tegen dit stuk kan stemmen op het moment dat het in strijd is met de wet of het algemene belang. Voorzitter, dat is niet het geval en dus zal de CDA-fractie instemmen met het liquidatieplan zoals dat nu voor ligt. Het CDA hecht immers waarde aan een snel en zorgvuldig ontvlechtingstraject, zodat we als buurgemeente snel weer een goede relatie op kunnen bouwen. Want we kennen immers allemaal het spreekwoord, een goede buur is beter dan een verre vriend. Ik wil namens onze fractie nog wel een aantal kanttekeningen plaatsen. Naast de uittredssom die we als gemeente Hardenberg moeten betalen aan de gemeente Ommen, vragen wij als CDA nadrukkelijk aandacht voor de risico's die er specifiek zijn benoemd voor de gemeente Hardenberg. Ik heb hier tijdens de oriënterende ronde ook al wat vragen over gesteld. Dit kwam mede doordat er nogal wat open eindjes zitten in het liquidatieplan. De wethouder heeft aangegeven dat de begroting hierin meer duidelijkheid geeft. De eerste signalen rondom die begroting komen zo langzamerhand naar voren. En tijdens de begrotingsbehandeling zullen wij hier scherp op blijven en waar dat nodig is, vragen stellen. Want meevallers zijn natuurlijk altijd goed, maar tot dusver lijkt er weinig ruimte voor tegenvallen. Het ontvlechten en tegelijkertijd bouwen van een nieuwe organisatie vraagt veel tijd, aandacht en energie van onze ambtenaren. Voor het CDA is het duidelijk dat de dienstverlening naar onze inwoners goed op niveau moet blijven. En daarnaast moet er aandacht zijn voor het welzijn van ons ambtenarenkorps. De heer Van den Berg gebruikte in zijn betoog van 2 weken geleden de term beleidsarm. Waarmee hij volgens onze fractie bedoelde dat het belangrijk is om nieuwe vormen van beleid gedoseerd in te voeren gedurende het proces van ontvlechting. Op deze manier kunnen we voorkomen dat ambtenaren overbelast raken. En ik zie hier ook een rol voor ons als gemeenteraad en wil het college verzoeken om aan ons signalen af te geven zodra zaken ten aanzien van dit onderwerp in de knel dreigen te komen. Dan tot slot een vraagje aangaande de informatievoorziening van de ontvlechting. Kan het college aangeven hoe de informatievoorziening verloopt na accordering van het ontvlechtingsplan? Worden wij bijvoorbeeld actief geïnformeerd
aangaande het verloop rondom de DVO's en de TUCs en de eventuele andere risico's. Hoe moeten wij dit voor ons zien? Voorzitter, dan rest mij nog het college en alle ambtenaren veel succes te wensen in de vervolgstappen in dit proces. En we kijken uit naar de behandeling van de begroting, waar dit onderwerp ook zeker nog besproken zal worden. Dank u wel. Dank u wel, heer Brink, voor uw bijdrage. De fractie van de ChristenUnie, de heer Stelpstra. Dank u wel, voorzitter. De vorige keer mocht ik spreken vanuit het thema dankbaarheid. En het zal u niks verbazen als ik dat thema nog even wil vasthouden. Maar de vorige keer was ik wat ironisch. En deze keer is mijn dankbaarheid oprecht. We zijn het college dankbaar voor het behaalde resultaat. We zijn ook de gemeente Ommen dankbaar dat we de samenwerking op onderdelen voort kunnen zetten. We zijn ook dankbaar dat we nu vooruit kunnen kijken naar een nieuwe gemeente, een eigen gemeente, die meer kwaliteit en meer efficiëntie voor onze inwoners zal leveren. Voorzitter, grote aandacht zullen wij de komende tijd hebben bij de opbouw van de nieuwe organisatie, voor het belang van de ambtenaren en voor onze inwoners. Kwaliteitsverbetering en efficiëntie blijven belangrijke thema's voor de ChristenUnie. En wij zien dan ook uit naar de komende voorstellen hiervoor. Dank u wel. Dank u wel, meneer Stelpstra. De fractie van Op Koers nu. Mevrouw Kelder, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. De voorgenomen opheffing bestuursdienst Ommen Hardenberg. Door de beide gemeentes akkoord hebben bereikt over de ontvlechting van de bestuursdienst Ommen Hardenberg, het opheffingsbesluit en het liquidatieplan verder is uitgewerkt, is er hard gewerkt? Of gaat het soms te snel? Overzien we alle financiële consequenties van het besluit? Dat is een lastige vraag. Niet alleen voor het college, maar ook voor ons, de raad. In 2012 werd het besluit genomen om samen te gaan. De fractie van Op Koers.nu was geen voorstander van het samengaan, omdat wij meer kosten dan opbrengsten verwachten. We konden in de jaren daarna niet voldoende inzichtelijk krijgen hoe het samengaan verliep. En nu, ruim 5 jaar later, hebben we besloten om de BOA op te heffen. We kunnen weer een eigen organisatie opbouwen. College doet dit zorgvuldig en doet dit zorgvuldig. Wat ons het meeste zorgen baart, zijn nu de gevolgen van de ontvlechting. De kosten die dit besluit met zich meebrengt, het liquidatieplan. Je weet dat het wat gaat kosten. Wanneer je eenmaal een beslissing neemt, zul je ook de gevolgen moeten dragen. En de vraag is dan ook, kunnen we die gevolgen dragen voor de komende jaren? Wanneer is het einde van dit avontuur in zicht, waarbij wij niet verwachten dat de gevolgen op onze burger wordt afgewenteld? En wat verwacht ons college, hoeveel, hoe hoog de frictiekosten zullen zijn? Dat was ook de vraag in de oriënterende ronde. Maar nu, gaat u op koers? Dank u wel, mevrouw Kelder, de fractie van de VVD. De heer Bak. Dank u wel, voorzitter. Als VVD-fractie hebben we van het begin af aan altijd aangegeven dat we kritisch staan ten opzichte van de BOH. Kritisch stonden ten aanzichte van de BOH. Het ging om efficiëntie en al dat soort zaken meer. Als we nu terugkijken, kunnen we met elkaar ook concluderen dat wat ons betreft we het graag anders hadden gezien. We hadden graag een samenvoeging van gemeenten gezien in plaats van een ontvlechting nu. En het is goed dat er een besluit genomen is, maar het besluit kent ook een prijs. En staan we hier vanavond in de komende periode als straks twee verschillende uitvoeringsorganisaties, twee verschillende gemeentes, als winnaar of verliezer? En daar moet veel voor gebeuren. En daar zijn we bezorgd over. We zijn bezorgd over de kosten. We zijn bezorgd over de dienstverlening richting onze burgers. Maar hopen ook dat we de weg naar een nieuwe, efficiënte eigen organisatie weer gaan vinden. En wat dat betreft missen we dat nog in plannen die
ons college daarvoor heeft. Daar zouden we graag wat meer inzicht in krijgen. Hoe gaat die toekomstige organisatie na ontvlechting eruit zien? Want dat is waar we als Hardenberg uiteindelijk het verschil kunnen maken. Hoe gaan we ook om met nieuwe ontwikkelingen? Hoe gaan die zijn beslag krijgen in die organisatie? Hoe gaan we om met de risico's in de samenwerking met Ommen? Er is veel over gezegd. Er zijn samenwerkingsovereenkomsten voor. Maar gaat dat echt werken? En blijven we daarmee efficiënt? Of houden we elkaar in een gijzeling, wat uiteindelijk niet tot efficiëntie leidt die we zouden moeten hebben? Dat zijn voor ons belangrijke vraagstukken. En we zouden van de portefeuillehouder toch graag wat meer visie zien hoe daar richting en vorm aangegeven gaat worden. Wat ons betreft veel werk aan de winkel. Bezorgdheid ook voor het personeel, dat het personeel te bestouwen krijgt. Waarbij we ook vinden dat, als we dan praten over beleidsarm, natuurlijk hebben wij als raad de verantwoordelijkheid. Natuurlijk moeten wij niet overvragen. Maar aan de andere kant, de winkel moet tijdens de verbouwing ook open blijven. We moeten wel door en we moeten wel service blijven bieden aan onze inwoners. En dat is een spanningsveld in combinatie met de kosten die daarvoor gemaakt worden, waar wij graag ook van de portefeuillehouder haar mening over zouden willen, hoe daar wat meer vorm en richting aan gegeven kan worden. En dat is wat ons betreft meer aan de uitspraak, we doen het komend jaar beleidsarm. Tot zover mijn bijdrage. Voorzitter. De heer Stelpstra eerst en daarna de heer Brink. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik was even in de veronderstelling dat de heer Bak bezig was met een ander raadsvoorstel dan het liquidatieplan. Hè. U stelt op zichzelf hele interessante vragen, maar we hebben het nu over de afsluiting van een bepaalde periode. En uw vragen gaan met name naar de toekomst. Ja, dat snap ik, maar daar zullen we vast nog een gedegen voorstel voor krijgen. Ik hoorde u ook, nou raak ik het even kwijt, vragen stellen op het laatst. Help me even. Over de... U bent het kwijt. Ja, ik ben het kwijt. Ja, ik had net mij een hele scherpe vraag. Maar het is heel erg lastig voor mij om daar nu op te anticiperen. Ja. Ik weet het echt niet meer. Dat is heel vervelend. Misschien in de naloop van de vergadering of straks als het complex is dat het weer bij u terugkomt. Wellicht in de tweede ronde nog. Ja. Ik had het graag beantwoord, meneer Stelpstra. De heer Brink, aan u het woord. Gelukkig heeft meneer Brink de kennis wel paraat, voorzitter. Daar ben ik heel erg blij mee, meneer Brink. Twee dingetjes. Het is flauw. Twee dingetjes. Eerste is, u zegt eigenlijk, ik heb zorgen over personeel. Ik heb zorgen over beleid, of het allemaal wel goed komt. Maar zijn het nou met name de zorgen die bij de VVD overheersen? Dan heeft u ergens ook wel vertrouwen in. Want volgens mij hebben we met elkaar ook dit besluit wel genomen, toch? Nee, we hebben dit besluit met elkaar genomen en wij staan hier ook in vertrouwen. Maar vinden wel dat we met elkaar ook kritisch moeten zijn hoe het vervolg zal zijn. Volgens mij vinden wij het spannender wat er nu in de toekomst gaat gebeuren. Want het ontvlechtings, dat hebben we met elkaar besloten en die richting gaan we op. Daar zit ook voor ons niet de discussie. En als ik terugkijk, hadden wij het natuurlijk wel graag anders gezien. Dat in brede zin. Maar we hebben zeker vertrouwen naar meneer Brink. Ik ben erg blij dat u dat zegt. Tweede vraag, voorzitter, als u mij even toestaat. Dat ging eigenlijk even over die over dosering, hè, van werk. Hè. U had het ook al over ambtenaren die wellicht misschien toch over werk zouden kunnen raken. Anderzijds zegt u van de winkel moet wel blijven draaien. En de wereld om ons heen draait gewoon door. Ik ben het helemaal met u eens trouwens. Ja, volgens mij hebt u nu bijdrage daar ook wat over genoemd. Ja, maar daar is ook mijn vraag. Want ik had in mijn betoog namens de CDA iets over het woord dosering. En ik ben even benieuwd of u daar wel achter staat. Ik verstond u even niet. Dosering van dienstverlening, dat soort zaken. Hè? Mm-hmm. Dus, en dat wij daar als raad ook een verantwoordelijkheid hebben. Ja. En ik zou graag van u willen weten of u dat wel onderschrijft. Nee, dat heb ik volgens mij in mijn betoog gezegd. We hebben daar als raad een verantwoordelijkheid. Maar soms moeten we met elkaar ook concluderen dat de wereld doorgaat en dat we wel dat beroep moeten doen. En dat is de afweging die wij met elkaar moeten maken. En ja, natuurlijk is dat gedoseerd, maar die afweging moet er wel zijn. We kunnen wat mij betreft niet op voorhand zeggen, we gaan een jaar beleidsarm. Want er kan wat tussendoor komen dat urgentie heeft en daar moeten we op anticiperen. Nee, maar ik ben blij dat we daar ook op één lijn zitten, dus dan is het voor mij helder. Dank u wel. Ja, akkoord. Zeker. Ik kijk nog even rond en ik kom weer terug bij de Stelpstra. Ik ben ervan overtuigd dat hij weet wat hij wilde gaan vragen. Ja, dank u wel. In mijn enthousiasme was het mij ontschoten. En het ging inderdaad even over het voortzetten van de kwaliteit van de dienstverlening. Ik meen dat de portefeuillehouder tijdens de oriënterende ronde heeft aangegeven dat er geen kwaliteitsverlies optreedt voor de burgers, zelfs dat ze er niks van gaan merken. Dus ik was even benieuwd of u daarmee niet voldoende gerust bent gesteld, dat deze vraag nu weer terugkomt.
Nou, als we nu hebben we ook wat meer zicht in wat de personele consequenties zijn. Dat hebben we ook in het stuk kunnen lezen. Er gaan heel veel mensen hebben straks de pensioengerechtigde leeftijd. Dat zal met flexibele krachten ingevuld gaan worden. Daar zit voor ons wel een zorg van, houden we de kennis op een goede manier vast. Want flexibele krachten gaan uiteindelijk ook de organisatie een keer weer verlaten. Dus daar zit voor ons wel een zorg. Ook in combinatie met de contracten die we gesloten hebben met OMMO, hoe we dat op een goede manier. Dat voldoende antwoord op de vraag, meneer Stelpstra. Ja, het is een beetje moeilijk als je zelf vergetenachtig bent om dan iemand te wijzen op iets wat 2 weken geleden vergeten is. Ja, maar ik heb de indruk dat het u aardig is gelukt. Misschien heb ik die opmerking wel gehoord, maar heb ik niet voldoende toezegging gehad, daar meneer Stelstra. Vandaar dat we daar de vraag nu opnieuw, naar meer inzicht, ook gaan stellen. Volgens mij waren dat de vragen nog in de richting van de heer Bak. Dank voor de beantwoording ook daartoe. Kom ik bij de fractie van de Partij van de Arbeid. De heer Jonkhans. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, we zijn ooit begonnen met een hele andere verwachting. Ik bedoel, als je samen gaat werken, heb je daar een verwachting bij dat er ook een bepaalde ontwikkeling in zat. Nou, die ontwikkeling bleek er onvoldoende in te zitten. En dan is het ook maar goed dat je op een gegeven moment ook ter sprake kunt brengen om daar een punt achter te zetten. Dus wie A zegt, moet dan ook B zeggen en dat doen we nu. Maar niet zonder ook en ieder dank te zeggen die hierbij betrokken is geweest om dit zo snel als mogelijk te doen. Dat is veel waardering voor bij onze fractie. Omdat je moet dat ook niet te lang door laten etteren dan. Nou, de PM'tjes in het voorstel, daar komen we bij de begroting nog over te spreken. En ja, we kunnen eigenlijk niets anders dan instemmen met het voorstel. Dank u. Akkoord, dank u wel. Geen vragen, dan ga ik naar de fractie van 50+. Meneer Schuurman. Dank u wel, voorzitter. Ik hoor het kort. Er zijn al zoveel dingen gezegd en ik kan alles nog een keer zeggen, maar dat doe ik niet. Het enige wat wij als 50+ graag willen doen, dat is het college en de ambtenaren heel veel succes wensen bij de afwikkeling verder. Akkoord, waarvan akte. Dank u wel. Tot slot, nee niet tot slot. Eerst gaan we naar de fractie van GroenLinks. En dan komen we bij de fractie van D66. De heer Boshoven, aan u het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. Er is veel al gezegd, onder andere over dienstverlening die op peil moet blijven. Als GroenLinks zijn, hebben we daar wel vertrouwen in. En we willen toch nog wel even de aandacht voor de ondernemingsraad, die waarschuwt voor onderbezetting. Het lijkt me goed dat dat iets is wat we in beeld blijven houden. Daarbij gaan we nu een jaar lang straks door, zoals het nu ook is. En een jaar lang wat we effectief kunnen gebruiken om als nieuwe organisatie op te zetten. Een proces waar de fractie van GroenLinks met veel belangstelling naar uitkijkt en ook met veel vertrouwen. De kosten waren enigszins onduidelijk. Wij zien dat dat wat duidelijker gaat worden en na enige tijd zullen we pas helemaal weten hoeveel dit ons heeft gekost. Dan rest mij alleen nog dank, zoals de vorige sprekers ook hebben aangegeven, en aan ieder die betrokken is geweest bij dit proces en ook aan ieder die betrokken zal blijven gedurende dit proces. Dank u wel voor de bijdrage van GroenLinks. Tot slot de fractie van D66 bij monden van de heer Rodemond. Nee. Voorzitter, dank u wel. Voor ons, in ieder geval voor de fractie van D66, is dit een pijnlijk moment om te stemmen over de opheffing van de BOH. Door persoonlijke omstandigheden heb ik dat nog niet eerder kunnen doen. En dat die samenwerking op zich niet goed liep tussen Hardenberg en Ommen, dat is evident. En we hebben daar ook al veel over gesproken, ook buiten deze raad om. En dat we moeten kijken naar een goede oplossing, dat is duidelijk. Maar een organisatie die slechts 5 jaar bestaat en moest werken in een tijd van forse bezuinigingen, en die opheffen, dat vind ik echt een uiterste maatregel. En de heer Brink zei al zojuist dat het opbouwen van een goed apparaat tijd kost. Waarschijnlijk meer dan een jaar, en dat kost echt wel enkele jaren. En die tijd is eigenlijk ons tot nu toe nog niet echt goed gegund.
En dat dan ook nog de financiële en ook de organisatieconsequenties niet helemaal in kaart zijn. En wat we naar de toekomst toe precies gaan krijgen, baat ons samen met de VVD overigens dan ook maar zorgen. Ook omdat het beeld is dat de kosten fors zullen zijn. Laat ik er maar op houden dat de blaren waar we op moeten gaan zitten heel erg duur gaan worden. Dank voor uw bijdrage. De heer Stelpstra heeft nog een vraag. Ja, voorzitter, het is wel een interessant thema wat de heer Rodemond opwerpt. Hè? Of het nou zo duur is. Ik denk dat het wellicht ook duurder was geweest als we hadden blijven zitten. Ja, dus het is een, ik heb het in de pers ook mogen vernemen dat er enige stemmingmakerij optreedt rondom het bedrag. Maar ik denk dat we ook moeten kijken, stel dat we de huidige vorm hadden voortgezet, dan was dat ook een dure constructie geweest. Dus en we hebben daar met z'n allen toen de tijd over besloten en wellicht kan de wethouder daar zo meteen wat over aangeven. Maar ik zie, als ik naar de kosten kijk, zie ik daar toch een hoop voordelen voor ontstaan. En dat is ook de basis geweest van het opheffingsbesluit. En bij mijn weten heeft u daar ook mee ingestemd als partij. Dat was dus. Dank. Ja. Ik weet niet of u een reactie verwacht, maar eigenlijk niet. Dat voelde ik al een beetje aan. Dank u wel. Dank. Ik kijk even in de richting van het college. Bij monden van de portefeuillehouder mevrouw Luiten. Om nog te reageren op een paar vragen die zijn gesteld rondom informatievoorziening over het vervolgtraject onder andere. Dank u wel, voorzitter. Ik heb de vragen gehoord en ik wilde eigenlijk beginnen met u weer terug te bedanken. Omdat het doet ons vooral heel goed dat u zoveel zorg heeft voor de organisatie. Wij zien inderdaad hoe hard de mensen elke dag daaraan werken om dit voor elkaar te krijgen. Mevrouw Kelder vroeg zichzelf al af of het niet te snel ging. Nou, het gaat inderdaad heel snel en het is heel hard werk. Maar dankzij de inzet van al die mensen halen we dat. Dus het doet het college heel goed dat u daar zoveel waardering voor heeft. Want we doen het natuurlijk niet voor niks. Ik breng u nog even in herinnering de redenen waarom we überhaupt dit besluit hebben genomen na, inderdaad, je zou, zoals meneer Rodemond zegt, kunnen zeggen, relatief korte tijd. Maar we hebben natuurlijk een jaar geleden besloten om weer uit elkaar te gaan, omdat het voor Hardenberg in de BOH niet meer goed werkte. En daar bedoelen we vooral mee, dat is hier ook uitgebreid gewisseld, dat het verschil tussen de beide gemeentes in schaal was heel groot. In ambities was heel groot, in financiën, dus de financiële mogelijkheden was heel groot. Maar ook in de rol en de functie in de regio en de streek. En dat betekent dat je op een gegeven moment zoveel tijd kwijt bent aan met elkaar overleggen en je zou kunnen zeggen onderhandelen over hoe ver gaan we en wat mag dat kosten. Dat je die tijd op een gegeven moment maar liever besteedt aan jezelf en aan je eigen organisatie en aan de doelen die wij hier als Hardenberg met elkaar wel belangrijk vinden, dat je dan ook voor lief neemt dat een scheiding een tijdje pijn doet, maar dat het ons wel een heleboel oplevert. Die kosten, die heeft u allemaal inmiddels inzichtelijk gekregen in de begroting. Voor wie het nog niet heeft gevonden, pagina 13 tot en met 16, dus vrij in het begin. U ziet dat, ik had u gelukkig gewaarschuwd dat het niet goedkoop was, maar u ziet hopelijk ook dat dat in de loop der jaren langzaam wat afloopt, de extra structurele kosten. En dat komt omdat we ons er ook heel hard voor inspannen om het verschil kleiner te laten zijn. En het is in het begin natuurlijk vooral groot, omdat er een mismatch is, met name tussen vast en tijdelijk personeel. Wij hebben gezegd, wij staan voor onze mensen, we staan voor de organisatie. Dat betekent dat we iedereen onderdak blijven bieden die hier zit. Wij hadden ook heel stoer kunnen zeggen, we gaan naar Hardenberg 5.0 en we maken van de gelegenheid gebruik. Maar dat doen we expliciet niet. We, net als u vinden we het heel belangrijk dat de mensen hier een goede werkgever hebben, maar we willen ook al die kennis niet kwijt. Dat betekent dat we in het begin zullen zitten met meer mensen dan we eigenlijk voor het dagelijkse werk misschien op dit moment nodig hebben. Bovendien zullen we extra functies moeten inhuren. Ik denk aan directie, aan een controller. Die hebben we nu ook allemaal al, mensen aan de balie, P&O enzovoort. Alleen nu betaalt OMME daar nog 25% aan mee.
En nu moeten we onze eigen controle helemaal betalen. Daar ontkom je niet aan. Wat we absoluut zullen proberen te doen, dat hebben we ook met elkaar afgesproken, dat we er een taakstelling op loslaten. Dus dat betekent dat als er vaste medewerkers door natuurlijk verloop vertrekken, dat we proberen die te vullen met de tijdelijke mensen die nu hier werken en die de ervaring en de kennis hebben. En daarmee heb ik hopelijk ook een deel van de zorgen van meneer Bak weggenomen. Want natuurlijk vinden wij het ook heel erg belangrijk dat we die expertise in huis houden. Alleen het is nou eenmaal niet zo dat dat één op één inwisselbaar is. Als er bij de ruimtelijke dienst iemand weggaat, dan kunnen we daar niet automatisch iemand van maatschappelijk domein op neerzetten of andersom. Dat vergt een investering. Dat vergt ook tijd. En die investering, daar vindt u ook, heeft u ook een voorstel voor gevonden als het goed is in de begroting. Dat is ook een besluit wat u eerder dit jaar al heeft genomen, vorig jaar toen het nog BOH zou blijven. Die is uitgesteld, maar wij hechten daar zeer aan om juist de komende jaar in de kwaliteit van die organisatie te investeren. Mocht u het vergeten zijn na dit toch wat minder positieve verhaal. Wij verheugen ons enorm op een organisatie die gewoon weer helemaal van ons is met z'n allen, om het maar zo te zeggen. Die met z'n allen werken aan de doelen die u ons hier meegeeft. Die niet meer hoeft te schipperen tussen twee bazen en met verschillende ambities. En die ook sneller en daardoor flexibeler en wat ons betreft dus ook met meer kwaliteit kan reageren op de ambities en de uitdagingen die Hardenberg de komende jaren te wachten staan. Dus wat dat betreft kan het ons, zou je ze bijna zeggen, niet snel genoeg gaan. Ik wijs er wel nog op dat de beleidsarm werd net een beetje de indruk gewekt alsof dat op alle terreinen gaat. Dat is niet zo. Het is specifiek voor het deel maatschappelijk domein en dan alleen nog in het invoeren van afwijkend beleid. Dus dat is minder veelomvattend dan misschien leek. Wat betreft de communicatie over het vervolgproces, in principe heeft u alle informatie. Mocht u vanavond besluiten om in te stemmen, dan wel geen zienswijze in te leveren, dan wordt dat zoals het nu voor ligt allemaal ondertekend. En mijn voorstel zou eigenlijk zijn dat we u via de reguliere planning en controlcyclus blijven informeren over het verloop van de financiële consequenties. Mochten er nou grote wijzigingen voorkomen, ik noem maar wat, toch eerder besluiten om op te zeggen of iets dergelijks. Natuurlijk bent u dan de eerste die dat hoort. Dat lijkt me vanzelfsprekend. Daar gaan we voorlopig niet van uit. Omdat we eigenlijk ook denken dat het risico van die samenwerking met Onno misschien wel kleiner is dan je zou denken. Er werd net al gezegd, een goede buur is beter dan een verre vriend. Nu we niet meer met elkaar verwikkeld zitten in een constructie die ons allebei eigenlijk niet zo goed past, is het ook makkelijker om samen te werken op de dingen waar je elkaar wel kan vinden en op de dingen waarvan je zegt, nou daar denken we anders over, ieder ons eigen weg te gaan. Dus wat dat betreft, dat is ook wel gewisseld in de kringen van de colleges, denken we dat het misschien ook de samenwerking met Onno ten goede komt. De heer Bak, ik heb nog even een vraag ter expliciete verduidelijking. Mm-hmm. Heb ik nu een toezegging gehoord van de wethouder dat beleidsarm alleen geldt voor het sociaal domein en dat voor andere zaken de winkel open blijft, zoals gezegd? Dat is in principe de bedoeling. Dat is in principe en de bedoeling. Sowieso gaat het er niet om dat we daar de boel bevriezen en dat er verder helemaal niets meer kan gebeuren. De winkel blijft sowieso voor de inwoners gewoon open. En dat kan ik kort proberen nog een keer uit te leggen. Dat is de vorige keer aan de orde geweest. Het gaat ons er nu even om dat we die systemen uitlijnen. Voor wat betreft het maatschappelijk domein een nieuw systeem bouwen. Als je daar meteen twee systemen van wil maken, dat moeten we nu niet doen. Maar dat betekent niet dat we niet kunnen blijven nadenken over nieuw beleid en de ontwikkeling daarvan alvast ter hand kunnen nemen. Dus om nog even daarop verder te gaan. Ik heb inderdaad de vorige keer gezegd dat in principe geen enkele van onze inwoners hier nadelige gevolgen van zal merken. Ik heb toen gezegd dat hij er niets van zal merken. Dat is natuurlijk niet waar. Want wat ons betreft gaat hij alleen maar merken dat de gemeente nog beter gaat werken dan daarvoor. Dus dat is de bedoeling. Kijk, dat is goed nieuws, voorzitter. voorzitter, mag ik een klein vraagje stellen? De heer Brink. Dank u. Want ik ben toch even een beetje verbaasd over het maatschappelijk domein en het term beleidsarm. Als ik de inspreking die vorige week hoorde, die namens de OR hier stond,
in zijn brief ook las, dan zei hij echt, ja, een maatschappelijk domein zeker, hè, want je moet het administratieve systeem opnieuw optuigen. Met de front en de back-office. Maar ja, de andere domeinen van de gemeente, zoals we dat hier in huis hebben, zullen ook moeten werken aan een nieuwe organisatie. Dus daar moet ook wel aandacht voor zijn. Hoe staat u daarin? Want ik hoor u nu eigenlijk een beetje zeggen van ja, maatschappelijk domein, inderdaad, de term beleidsarm, maar voor de rest... Maatschappelijk domein is eigenlijk de laatste afdeling die zou worden aangekoppeld aan het centrale financiële systeem onder andere. De rest is dat al, dus dat is wat dat betreft veel eenvoudiger. Daar kunnen we ook die productcatalogie waar we het over hebben gehad de vorige keer makkelijker voor maken. Dat is, zijn ze nu heel hard aan het werk bij maatschappelijk domein. Maar de andere afdelingen, die, daar is dat geen probleem voor. Dus het geldt letterlijk voor maatschappelijk domein. Dat is ook logisch, omdat dat een terrein is waar je wat minder makkelijk met... Nou ja, goed, effectmetingen en zo kan werken. Dus dat wordt ook meteen aan gewerkt om dat ook beter inzichtelijk te maken. En voorzitter, ik geloof dat ik behalve de vraag van mevrouw Kelder of, de, of we het kunnen dragen, die kosten. Als u daar heel erg veel details over van wil weten, dan roep ik even mijn collega van Financiën erbij. Maar in principe kunt u ook in de begroting zien die u heeft gekregen dat we gewoon met zwarte cijfers afsluiten. En dat het ook niet zo is dat we, of tenminste dat de begroting sluit in positieve cijfers. En dat het ook niet zo is dat we daardoor helemaal niets anders meer kunnen doen. Dus op die vraag kunnen we ja zeggen. En ik geloof dat ik daarmee alle vragen heb gehad. Volgens mij ook. En ik wou nog aan toevoegen, en dat zien we bij de begroting straks ook nog weer terug. De financiële gegevens inderdaad. Maar volgens mij heeft u daarmee alle vragen beantwoord. Maar ik kijk nog even rond of er behoefte is aan een tweede termijn. Er zijn ondertussen al wat vragen gesteld. Ik denk dat ik mag concluderen dat er geen behoefte is voor een tweede termijn. Dan wou ik voorstellen om over te gaan tot de besluitvorming op dit stuk. En dat gaat zoals gezegd om toestemming te verlenen en geen wensen en bedenkingen in te dienen ten aanzien van dit voorstel opheffen gemeenschappelijke regeling bestuursdienst om Hardenberg. Kunt u daarmee instemmen? ChristenUnie, CDA, GroenLinks, VVD-fractie, Oproepspunt.nu, D66, PvdA en 50+. En daarmee akkoord. Daarmee voorstel alle aanwezigen hier aangenomen. Dank daarvoor. Dat brengt ons alweer bij de hamerstukken van vanavond. Van deze raadsvergadering althans. Agendapunt 7. De vaststelling Algemene Subsidieverordening Gemeente Hardenberg. Hoeft aan een stemverklaring, niet het geval. U kunt instemmen met het voorstel dat voor ligt. Akkoord, al dus besloten. En agendapunt 8, een hamerstuk. Benoeming van mevrouw Janssonius als loco-griffier. Kunt u daarmee instemmen? Dat is het geval. En daarmee willen we mevrouw Janssonius Gerda van harte feliciteren. Na het einde van deze raadsvergadering, die niet zo heel erg lang meer duurt, denk ik, zal ik een bos bloemen namens de raad overhandig om je heel veel succes te wensen. Bij deze is het besluit gevallen. De rondvraag. Wenst u gebruik te maken van de rondvraag? De heer Van den Berg. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, de beschikbare ontwikkelruimte voor de agrarische sector staat bij diverse Natura 2000 gebieden onder druk en is volgens onze informatie op voor de eerste pasperiode. In de tweede pasperiode, die op 1 september van start zou gaan, zou er weer 40% ontwikkelruimte beschikbaar komen voor de agrarische sector. In de juridische discussie met onder andere de Raad van State en het Europese Hof leek naar voren te komen dat deze eigenlijk ook al grotendeels op is. En de vraag aan de wethouder is dan ook, klopt dit? Het rekenmodel Arius moet toch zo ingeregeld zijn dat dit niet kan? Of andersom geredeneerd, is de wethouder met het CDA van mening dat Arius zo moet worden ingeregeld dat het wel kan? Het rekenmodel is er op heden niet voorspelbaar gebleken. De zorg vanuit de CDA-fractie is dan ook, hoe houden we voldoende ontwikkelruimte voor bijvoorbeeld innovatie voor onze agrarische sector? Deelt de wethouder deze mening van het CDA en bent u bereid hierover met GS in gesprek te gaan en de Raad hierover zo snel mogelijk te informeren? Ja, een vraag over landbouw. Ik kijk even naar de portefeuille, de heer Ter Rietstap. Ik moet zeggen... Een redelijk technische invalshoek wel, leek het mij. En u vraagt eigenlijk alleen maar of de wethouder kan instemmen met CDA en of hij het ook eens is eigenlijk met de CDA-lijn. Daarmee suggereert u al iets. Maar goed, we gaan vragen aan de heer Ter Rietstap.
als portefeuillehouder. Ik vind ook hele technische vragen, hoor, voorzitter. Ja, ja. En voorzitter, het is beter om het op schrift te doen, zulke vragen. We gaan eerst even kijken. Het college gaat graag uitdaging aan om te kijken of er antwoorden kan vinden. Voorzitter, als het zou kunnen dat hij teruggaat richting de... Als ik daar een toevoeging op mag doen. Volgens mij is het ook echt een vraag die niet thuis hoort in deze raad. Maar echt thuis hoort bij provinciale staten. Dus volgens mij moet de heer Van den Berg maar eens contact opnemen met de fractie al daar. Om die vraag daar te laten stellen. Ja. En is dit geen gemeentelijke aangelegenheid. Dus ik vind het niet helemaal de juiste plek waar die gesteld wordt. Ja, ik zou wel kunnen voorstellen. Ik wil toch even aan de wethouder vragen of hij daar iets over wil. Voorzitter, ik wil even op mag reageren op de woorden van de heer Bak. Ik ben volksvertegenwoordiger voor de inwoners van de gemeente Hardenberg. Ja. En ik zit niet in de Staten van de provincie Overijssel. Nee, maar goed. Dan moet u uw vraag misschien anders formuleren, meneer Van den Berg. Akkoord, laten we even kijken en luisteren naar het antwoord van de wethouder, wat wellicht een richting kan geven. Dank u wel, voorzitter. Ik hoor een hoop vragen, een hoop zorgen ook over hoe je met de antwoorden om moet gaan. In die zin delen wij de zorg en zullen wij ook vanuit het gemeentebestuur in ieder geval wel in de gaten houden van hoe dat loopt. U vraagt heel concreet, weten wij dat? Nee, wij weten dat ook niet. Het is niet bekend, wij zullen het wel heel, we willen het heel nadrukkelijk volgen. Ik denk dat heel veel van de verantwoordelijkheden, en werd ook een beetje hier in de discussie al plaatsvindt, die ligt inderdaad hier niet bij de gemeente. Maar ook vanuit zeg maar de VNG Overijssel is dit ook een punt wat wij als signaal mee willen geven. Zowel, nou ik zou zeggen, zowel naar de provincie als ook naar het Rijk. Van hey, dat hier wel een grote zorg voor ons ligt. Dat is wel iets wat in onze mogelijkheid ligt. Ik wil zeggen, eigenlijk hebben we daar al een actie ook op gezet. Ook in het platform ruimtelijk beleid, domein, excuus, binnen in het platform van de VNG Overijssel. Dus in die zin zeg ik, ja, wij zullen dat signaal afgeven. Ik herken de zorg, hè, want de PAS is natuurlijk een methode om wel te zorgen dat er en ontwikkelruimte is naast de natuurontwikkeling en dat je een soort balans vindt. Dus van groot belang. Dus zullen wij het ook op de voet volgen. Maar ik ben het ook wel met de heer Bakker eens dat onze invloed erop beperkt is. Dus we zullen het in de gaten houden. En ik heb de antwoorden nog niet. Akkoord. Voldoende lijkt mij, heer Van den Berg. En er zijn andere kanalen die u kunt gebruiken. Ik zie de heer Bak nog een beweging maken. Voorzitter, als ik dan als tip mag meegeven, u noemde de VNG. De VNG zit ook bij Samenwerk Beter aan tafel. En dat is volgens mij wel een podium waar deze vraag goed neergelegd zou kunnen worden en waar er misschien meer richting gegeven kan worden. Nou, mooi die toevoeging nog erbij. Dank daarvoor. Andere punten voor de rondvraag. Dat is niet het geval. Dan sluiten wij deze raadsvergadering. Vanavond, dank voor uw medewerking. Volgens mij zou om 7:45 de oriënterende ronde beginnen. Maar eerst zal ik ook namens u een bos bloemen overhandigen aan de griffier. Waarneemt griffier. Zullen wij met 5 minuten de oriënterende ronde aanvangen? 5 minuten.